De werknemers van Rosebel Gold Mines hebben vanmorgen per onmiddellijk het werk neergelegd. De vakbond, de Rosebel Werknemersorganisatie, is namelijk niet te spreken over het feit dat ze niet geïnformeerd is door de directie over de overname van het bedrijf door de Chinese mijnbouwgigant Zijin. ATV-reporter Arantxa Swedo was ter plaatse, maar werd de toegang tot de site ontzegd. Het bondsbestuur kon onze ploeg ook niet te woord staan, omdat de weg naar buiten is gebarricadeerd door de woedende mijnwerkers. Kijkers en luisteraars, welkom. We staan vandaag in het district Brokopondo bij Rosebel Gold Mines NV IM Gold. Rosebel Gold Mines NV wordt verkocht aan het Chinese mijnbouwbedrijf Zijing Mining Group Co. En naar zeggen van de bondsvoorzitter Johan Seymour is de bond eigenlijk bij dit heel proces gewoon terzijde gelegd en overgeslagen. Ze zijn dus niet op de hoogte gesteld van de stand van zaken en daarom staan we vandaag hier om met meneer Seymour te praten over de huidige stand van zaken en wat de volgende stappen zijn. We hebben uiteindelijk toch een telefonisch gesprek kunnen hebben met de woordvoerder van de vakbond Otmar Biswane. De werknemers willen met name zekerheid met betrekking tot hun positie na de overname door de Chinezen, zegt hij. Het is de vakbond een doorn in het oog dat de vakbond ondanks meerdere brieven naar de leiding niet gekend is bij de overname. Het is namelijk zo dat er niet nu over verkoop wordt gesproken. Het was een roddel hier op de plant. En toen de vakbond ter oor is gekomen, heeft de vakbond dan namelijk 2 brieven gericht naar de leiding van het bedrijf toe om meer informatie daarover te krijgen. Men heeft niet op de brieven geantwoord. En ik denk ergens in augustus, 30 augustus, jongstleden, is de vakbond dan wel uitgenodigd. En die meeting was in Torarica. Waarbij er wel is bevestigd dat het bedrijf, dat men op zoek is naar kopers. Dat men uitkijkt naar eventuele kopers. En dat men al eventuele kopers heeft. Maar de naam kan nog niet doorgegeven worden door de general manager. Omdat hij vond dat geheim is. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? En nu willen de leden willen duidelijkheid over hun toekomst. Want gewoon op de een of andere dag hoor je dat het bedrijf verkocht is. En een ander, je krijgt een ander werkgever, maar onder welke voorwaarden? Ja. Toch, je hebt mensen nog die lopen de contracten hebben. Wat gebeurt er met die mensen? Dat de leden nu een beetje verontrust zijn, zijn in een paniek situatie beland nu, want ze weten niet wat er verder met hun toekomst gebeurt. In een vraag- en antwoordbrief aan de medewerkers vandaag stelt het bedrijf het volgende. IM Gold heeft ingestemd met de verkoop van haar aandeel in de Rosebel Operations aan Zijin voor $360. Het is de verwachting dat de verkoop vroeg in het eerste kwartaal van 2023 of eerder zal worden afgesloten op voorwaarde dat aan de sluitingscondities wordt voldaan. Zodra de transactie is voltooid, zal Rosebel opereren onder de leiding van Zijin. De overname is onderworpen aan voorwaarden van een definitieve opening. Die gisteren met Zijin is ondertekend. Vakbondswoordvoerder Otmar Biswane zegt dat de brief via de leidinggevende is gecommuniceerd. Dit is volgens hem niet de juiste werkwijze. Maar zo gaat het niet. Ja. Er is een vakbond die werknemers vertegenwoordigt. Ja. Laten we aan tafel zitten en puntsgewijs over de dingen gaan, zodat wij het door kunnen communiceren aan de leden. Maar men laat de communicatie over aan de supervisors en zo werkt dat niet. Er is toch een vakbond die de werknemers vertegenwoordigt. Ja. Okay. Koppel terug met de vakbond, dan geven zij de feedback terug aan de werknemers. Omdat zoiets is iets belangrijks. Ja. Laat dat over aan de vakbond. Okay. Vandaar deze vakbond, je hebt nog mensen die lopende contracten hebben. Ja, ja. Mensen moeten een verlenging tekenen voor hun contract. Wat gebeurt er nadat Zijing overneemt? Worden die contracten ontbonden? Al die vragen. Het bondsbestuur is nu in overleg met zijn juristen om na te gaan welke stappen zullen worden ondernomen. Intussen wachten de zeer ontstemde werknemers op antwoord van de directie.